Goedemiddag, dames en heren. Welkom terug bij de locatiekeuring. We zijn nu te gast bij Stal Eppinga. Het eerste paard in de baan. Een paard dat goed in het rastype staat. Edele hoofd erop heeft. Goede halsvorm. De hals kon iets langer zijn qua bouw. Mooi schouder erin. De rug kon iets sterker zijn. Mocht in totaliteit iets royaler gebouwd zijn. Beenwerk van voor iets nauw. Ook de hardheid hadden we graag toch iets meer hardheid gezien. Paard stapt heel makkelijk. Goede tak erin. Voldoende ruimte. Een draf. Ook een goede beentechniek. We hadden hem graag iets meer zien reizen in de voorhand. Een goede actie in de gewrichten. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the location curing. We have this moment at the stables of Eppinga. We have the first horse in the arena. It's a good racial type. Nice off-standing neck, noble head. The neck could be longer. Confirmation, nice shoulder. A little bit weak in the back. And totally, he could be longer lined. The quality of the legs and the front leg is a little bit narrow. The cleanness is enough, it's good enough. The walk is a good reach, good rhythm. And the trot also powerful enough from behind. Good bending in the joints, could have go more uphill. We take this one in the stud book with a third premie.
Paard nummer 2. Paard dat veel rasuitstraling heeft. Mooi front erop. Ook edel hoofd. Veel behang. In de bouw goed schouder. De rug hadden we graag iets sterker gezien. Paard met een goede kruisligging. Beenwerk is hard. Veel hardheid in de benen. Ietsjes gehoekt in de achterbeen. Stapt met een goede takt erin. Veel tred. Mocht er bij iets meer spronggebruik hebben. En een draf. Paard dat zich goede houding heeft. De mooie hals erop zet. Heel veel beentechniek laat zien. In de rug mocht hij iets meer aanspannen. Maar toch wel goede draf. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Horse nummer 2. Nice racial type. Nice forehand. Lots of luxury. Confirmation good shoulder. Also good angle of the croup. The back is a little bit weak. The legs is hard and clean. A little bit sickled hock in the hind leg. The walk has a good rhythm. Reach is good. Could have a little bit more bending in the hocks. The trot has a nice appearance. Good technique in the legs. And also powerful from behind. Could use his back a little bit better. So we take this one in the stud book star with a second premium.
Paard nummer 3. Paard dat goed in type staat. Paard met een edel hoofd. De halsvorm, een goede halsvorm. We hadden graag iets meer oprichting gezien. De bouw voldoende bovenlijn. Zowel wat neerwaarts gebouwd. Hij mist wat de lengte in het voorbeen. Qua beenwerk is iets rechtgesteld in het achterbeen. Kon nog iets droger. De rechtgesteldheid in het voorbeen is vrij toontredend. De stap heeft hij een goede ruimte, voldoende takt. We hadden graag iets meer activiteit willen zien. De draf heeft voldoende ruimte. Blijft hij wat op een voorhand. Hadden we graag iets meer kracht gezien dat hij wat reizen in de voorhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Horse number 3. Good racial type, nice noble head, also good shape of the neck. We like to see it more vertical. The conformation, good top line. He's built a little bit downhill. We like to see more length in the foreleg. The quality of the leg is a little bit straight in the hind leg. Also, it could be more clean. The straightness in the foreleg is a little bit is toeing in. The walk has a good reach. We like to see more activity. The trot. The reach is sufficient, but we like to see more power from behind so he can rise in the forehand. So this one we've taken in the stud book.
paard nummer 4. Paard dat voldoende trastype staat. Mooie lange hals, ook goede vorm. Het hoofd mocht wat meer edelheid uitstralen. De bouw, mooi schouder in, ook lang gelijnd. Goede bovenlijn. Het kruis mocht iets qua ligging iets anders zijn. Beenwerk, veel hardheid erin. Wel wat gehoekt in het achterbeen. Ietsje schroef op een sprongen. Hij stapt met een goede takt. Ook voldoende ruim. Mocht misschien iets krachtiger zijn. Iets meer souplesse hebben, maar wel een goede takt erin. Een draf maakt hij voldoende houding. Ook heeft hij veel goede ruimte erin. Voldoende kracht. Mocht iets meer souplesse tonen. Maar overal wel voldoende draf. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Horse number 4. Good racial type. Nice shape of the neck. Also good length. The head could be nobler. Confirmation, a strong top line. Also good length in the body. The angle of the croup could be better. The quality of the legs is hard and clean. A little bit is a sickle hocked in the hind leg. The walk has a good reach. Reach is sufficient. The good rhythm could be have a little bit more power, but a good rhythm. The trot also good reach, powerful enough, could have a little bit more suppleness, but going uphill. So overall, a studbook star with a second premium.
paard nummer 5. Een paard dat voldoende een trastype staat. De halsvorm is goed, maar mocht iets meer lengte hebben. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. We hadden ook graag iets meer neklengte gezien. De bouw, een goed schouder erin. De rug is die wat week. Kruis is voldoende qua ligging. We hadden hem graag ook iets meer voorbeenlengte gezien. Dan was hij iets meer beter romprichting gehad. Beenwerk is wat gehoekt in het achterbeen. Voldoende qua hardheid. Rechtgesteldheid in het voorbeen. Als je hem is de stap, dat is gelijk hoe we hem graag zien stappen. Ruimte, veel lossigheid. Ook een goede tak erin met krachtig achterbeen. In een draf loopt hij ook heel makkelijk. Goede beentechniek, sterk van achteruit. Goede actie in het voorbeen. Gezien zijn goede stap en draf wordt het een stamboek ster met een tweede premie. Horse nummer 5 is sufficient in the racial type. Is a good shape of the neck. Could have more length. The head is noble enough. The conformation, a good shoulder. The back is weak. The angle of the coupe is average. The quality of the leg is sufficient. Is a sickle honk in the hind leg. This horse has a very good walk, has a good reach, good rhythm, also powerful. The trot has also strong hind leg, lots of action in the joints, and a good reach in the foreleg. Because of his good movements, we make this one studbook star with a second premium.
hele beste start. Paard nummer 6, paard met royale voorhand, paard met veel front. Het hoofd is voldoende luxe. De bouw goed schouder, de rug is hier week. Kruis is goed qua lengte, we hadden graag iets betere ligging gezien. Beenwerk, het voorbeen is hier vrij nauw. Het achterbeen rechtsachter hadden we ook iets rechter gesteld willen zien. De stap blijft die beetje stug en een beetje kort. Hij heeft af en toe wat moeite met een goede tak te vinden. In een draf heeft hij wel ruimte, maar loopt hij een beetje uit elkaar. Moet hij eigenlijk meer tot dragen komen en meer reizende voorhand. Dit paard wordt gezien zijn type en een draf opgenomen in het stamboek. Horse nummer 6. Good racial type, nice off-standing neck, a noble head. The conformation good shoulder, the back is weak. The angle of the coupe is sufficient. The quality of the leg is very narrow in the front legs and also right hind leg could be character. The walk, we like to see more reach and also more rhythm. The trot has a lot of reach, but there's too much on the forehand. He should bring his hind leg more under the body so he can carry his body more. So this one is taken in a stud book.
voorbeen naartoe. Ja. In de middel aan het voorbeen. Wat aan de lijn gebeurt, dan is heel druk. Stappen Tom, hoor. Ja. Thank you.
Paard nummer 7. Paard met veel statuur. Goed rastype. Royale voorhand. Ook een grootramig paard. We hadden hem graag iets sterker gezien in de rug. Hij is vrij hellend in kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Wel gehoekt in de achterbeen. In de stap mist hij op nu eigenlijk de tact. Hij is ook moeite met de regelmaat. De draf heeft wel voldoende ruimte. Moet je ook meer reizen in de voorhand en iets meer ondertreden in het achterbeen. Paard heeft ook testcijfers. Maar gezien de matige stap kunnen we deze vandaag niet premeren. Horse nummer 7. Nice racial type. Has very lots of stature. Nice appearance. Confirmation is long lined. Could be a little bit strong in the back line. Oh, the group is sloping. The quality of the legs is sufficient. He's sickle tugged. The walk at this moment is lacking the rhythm and the regularity. The trot has a good reach, but could have more powerful from behind, so can rise in the forehand. So today, for the quality of the walk, he doesn't get a premium.
Paard nummer 8, paard dat iets rijker een trastype kon. Al wel graag een royalere voorhand gezien, heeft wel voldoende hoofduitdrukking. In de bouw verder wel correct, maar hadden we graag iets meer langer gelijnd en iets hoogbeniger gezien. Beenwerk heeft hardheid erin, ook voldoende rechtgesteld. Ietsjes week gekoot. De stap heeft voldoende ruimte, voldoende tak erin. Kon iets meer actief stappen. Een draf. Ook voldoende ruim. Hadden we hem graag iets meer zien reizen naar voorhand. Ook het voorbeen kon hij verder wegzetten. Paard liet wel voldoende stap zien. Maar een grasbouw en draf moeten we toch iets meer kwaliteit zien voor een premie. Dus vandaag wordt hij niet gepremeerd. Horse nummer 8. We like to see him more richer in the racial type. We like to see him more... vertical neck and also more length in the neck. The body line is correct. I would like to see more long lined and more longer lengthen, more length in the legs. The quality of the legs is sufficient. Also the straightness is good. The walk has a good reach and a good rhythm. I'd like to see more activity. The trot is the reach is sufficient. The fore leg could have more reach. Could have also a little bit more power, more going uphill, so he can carry his body more. So this one is a stud book with no premium.
Paard nummer 9, paard dat goed in trastype staat. Mooie gevormde hals, ook een lange hals. Hoofd heeft voldoende uitdrukking. Ook voldoende lang gelijnd, goed schouder erin. Goede bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. Ietsjes gehoekt in de achterbeen. De stap heeft een goede takt, voldoende ruim en voldoende krachtig. De draf heeft ook een goede beentechniek, veel actie in de gewrichten. Mocht erbij iets meer souplesse tonen, maar wel goede ruimte erin. Dit paard wordt ster met een tweede premie. Horse number 9, nice racial type, nice outstanding neck met een good length. The head is noble enough. The conformation, good top line, also enough length in the body. Quality of the leg is good. Also good straightness, a little bit sickle talk the hind leg. The walk has a good rhythm, reach enough and also powerful enough. The trot also good technique, lots of action in the joints. Could have a little more suppleness overall. She gets a star with the second premium.
Paard nummer 10, een paard met heel veel rasuitstraling, royale voorhand, mooi gevormde hals, ook veel lengte erin, veel behang erop, luxe hoofdje, een bouw lang gelijnd, een fractie week in de middenhand, maar ligt wel een mooi schouder in, ook een goed kruis. Beenwerk heeft goede hardheid, is wel ietsjes gehoekt in het achterbeen, voldoende rechtgesteld. De stap heeft de goede takt, mocht hij iets meer lossigheid tonen en nog iets meer afdruk. De draf maakt hij goede houding, heeft hij ook voldoende ruimte erin. Hij is een beetje tragend achterbeen, maar wel voldoende souplesse. Dus in totaliteit wordt deze opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Horse number 10, nice racial type. Very good front. Nice long neck, good shape neck, a lot of manes. The head is noble. He's a long lined, a good shoulder, long croup, a little bit weak in the back. The legs are hard and dry, also good straightness, a little bit sickled hocked in the hind leg. The walk has a good rhythm, could be have a little bit more suppleness and a little bit more power. The trot has a good flotation, good reach. Could bring the hind leg a little faster under the body. But overall, we make him star with a second preemie.
Paard nummer 11. Een hengst die veel rasuitstraling heeft. Royale voorhand. Ook sterk gebouwd is. Lang gelijnd, hoogbenig. Al wat strak op de bovenlijn. Beenwerk goede kwaliteit. Een beetje nauw in de voorbenen. Ook wat gehoekt in de achterbenen. De stap heeft hij ruimte. Soms heeft hij wat moeite met de regelmaat, maar als je de rust vindt, dan komt dat wel goed. In een draf heeft hij een goede houding, heeft hij veel ruimte. Heeft hij ook wat, is hij soms ook wel wat druk, maar als je dan net even het goede moment, dan komt het achterbeen ook wel voldoende onder het lichaam. Dus een ietsje traag in de achterbeen, maar totaliteit vinden we vandaag wel sterwaardig. Horse nummer 11, very good racial type. Nice long off-standing neck, good conformation, long lined, long legs, a little bit straight in the upper line. The quality of the leg is good, a little bit narrow in the front leg, also a little bit sickle tuck the hind leg. The rock is a good reach, when he relaxes he gets also the good rhythm. The trot is going uphill, a lot of reach and enough suspension, a little bit slow in the hind leg, but overall becomes star today.
Paard nummer 12. Paard met een heel mooi klein edel hoofd. Ook een goede halsvorm. Mocht iets meer verticaal zijn. De bouw is mooi evenredig. Ook voldoende bovenlijn erin. Mocht misschien iets meer lengte in het voorbeen hebben. Beenwerk, dus wat gehoekt in het achterbeen. Hadden we graag iets meer hardheid gezien in de achterbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte, voldoende takt. Hij stapt een beetje uit de heupen weg, mocht iets meer spronggebruik hebben. De draf maakt hij wel wat houding, maar hij moet het achterbeen meer onder de massa plaatsen. Hij blijft een beetje achter met het achterbeen, hij moet het meer onder het lichaam plaatsen. De bewegingen zijn vandaag niet toereikend genoeg voor Ster. Dus vandaag geen Ster. Paard horse nummer 12. Very nice, noble, small head. Also a good shape of the neck. Could be a little bit more vertical. He's a correct build. The length of the foreleg could be a little bit longer. The quality of the legs, the straightness is sufficient. A little bit narrow in the foreleg, front leg. We like to see a little bit more hardness in the hind leg. The walk at the reach is sufficient. We could have more bending in the hocks and a little bit more powerful. The trot, has he has a nice attitude, but he should bring his hind leg more under the body so he can carry his body. So today the movements are not sufficient enough for a star.
paard nummer 13. Paard met goede rasuitstraling, mooie voorhand, een mooie lange hals, ook goed gevormd. Een bouw wel correct gebouwd, een ietsjes neerwaarts. Beenwerk in de voorbenen is rechtgesteld, ook voldoende hardheid. Hij is wel koehakkig in de achterbenen. De stap heeft hij wat moeite met de regelmaat. Moest hij ook veel meer doortreden en souplesse tonen. In de draf maakt hij goede houding. Heeft hij veel ruimte erin. Hij is een beetje druk af en toe. Hij is niet altijd bij de les. Maar de passen die hij laat zien dan als hij er wel met aandacht bij is zijn goed. Maar de kwaliteit van beenwerk en de stap staan hem vandaag het sterk predicaat in de weg. Horse nummer 13. Very nice racial type. Nice front. Nice shape of the neck. Also noble head. Good conformation. Little bit built downhill. The quality of the leg is sufficient. Straight in the front leg. Is a little bit cow-hocked in the hind leg. The walk could have more reach. He also has trouble to keep the good regularity. The trot, he has a good attitude, good reach, enough balance. But the quality of the legs and the walk today keep him from the star. Oké, mensen, dat was het voor vandaag. Ik wil mijn collega's Piet Bergsma en Popke van der Meulen bedanken voor de fijne samenwerking. Ook de trainingstallen bij stal Sipma en hier op stal Eppinga voor een goede samenwerking en een vlotte verloop en een gastvrijheid. Okay, people, that was it for today. I hope you enjoyed watching the curring. I would like to thank my colleagues Piet Bergsma en Popke van der Meulen for the nice working together. And also the training stables of stables Sipma and the stable Eppinga for their hospitality and the good work they performed today. So we hope to see you again. We have the next curring on Friday. Hope to see you then again. Thank you and goodbye.